Oh, hij begint, het hele korte begint. Oh, ik heb een beetje hoogtevrees, dus... Oh, hij stijgt op, hij stijgt op! Oh, dit gaat niet snel hoog. Wow. Ik vind die bijzonder. Ja, hè? Ja. Je kunt het al zien, de tuin wat het is. Oh ja, volgens mij is het een zonnebloem. Dat lijkt het inderdaad op, ja. Met een foto's. Waarom is de tuin een zonnebloem? Nou, dat hebben we gedaan omdat het dan ook een beetje lijkt op de huizen straks. Die komen er ook zo uit te zien. Dat is een goed idee. Ja, hè? Oh, dat is een mooi licht. Ja. Nou kun je ook zien dat de aarde rond is, zie je dat? In de verte daarachter. Zo, nou zie je hem in zijn geheel. Kijk, aan de buitenkant wordt allemaal van... er worden allemaal struiken en bomen en aan de binnen zijn allemaal eenjarige planten. Dan gaat hij draaien. Kijk, die boomstrook die je nou ziet aan de rechterkant, daar komen alle boomhutten. Die worden gemaakt door echte kunstenaars. Wereldberoemde kunstenaars. Mooi. Kijk, en daar zie je het kleine stroompje, het kleine riviertje. Oh ja, dat ziet er mooi uit. Ja, hè? Maar sommige mensen zou ik afvragen, waarom ligt het even door in het bos? Waarom het tegen het bos aan ligt, dat vinden wij het leukste. Want, als we lekker dicht bij het bos liggen, dan iedereen die in het bos wil gaan wandelen, die kan dan bij ons langskomen. Nou zie je daar de plek waar het ecodorp aan het bouwen is. Zie je dat in de verte? Zou de helikopter... helikopterpiloot, kun je daar eens naartoe gaan? Ja. Naar dat gedeelte waar aan het bouwen is? Ja. Helikopterpiloot, ben je daar? Oh, ja. Hij draait al. Kijk eens, ja, die kant moet je op. Ik moet even draaien. Kun je snel die kant op gaan? Ja, ik kan niet zo snel. Zo. Ik denk omdat we nou zo hoog zitten... Hé, daar is een vijver. Dat is de vijver van het ecodorp. Waarom ziet het een beetje eruit als een pil? Dat weet ik niet. Ik denk dat het per ongeluk is gebeurd. Zo, we zitten we hoog nou. Ja. En de aarde is echt rond. Dus die nou hier echt word heel... Word je een beetje misselijk, wat? Nou, het rare is, tot aan de boomgrens heb ik last van, daarna helemaal niet meer. Dus hier heb ik helemaal geen last van. Kijk, we gaan weer verder. Zo, nou draait je weer. Nou gaan we recht naar de plek waar gebouwd wordt. Kijk, daar zie je al wat tenten waar we spullen in opslaan. Hoeveel huizen krijgen we eigenlijk? Er komen 10 huizen te staan nu in de tijdelijke werkplek. En je ziet er nou al 4 staan. Nou, ik zie ze. Ja. Zo. En daar staat een tent waar we altijd in eten. En daar staat nog 2 zeecontainers. Daar zit al het gereedschap in. En een overkapping. Dan gaat hij een beetje zakken. Ja, zak maar een beetje. Helikopterpiloot. Ik vind het fijn, zo kunnen we beter kijken. Ja. Maar zorg dat we niet te laag komen of wat. Nou zie je ook de geulen, waar alle leidingen doorheen gaan, die zie je nou heel goed. Wow! Kijk, en die rode palen die eronder liggen, dat wordt van de Romney-loods. Dat wordt een hele grote loods. Dat wordt 25 meter lang. Anders wil je een kotzakje, als je toch... Dank je, maar ik heb hem nu niet nodig. Nou gaat het eventjes heel goed. Kijk, nou vliegen we dichterbij. Nou vliegen we over het terrein waar straks alle huizen komen. Ik vind het zo spannend. Oh ja, leuk. Hé, wat was dat? Zag je dat? Helikopterpiloot, vlieg eens terug. Kijk, zie je dat? Dus daar komen de huizen te staan. Zo, dat ziet er leuk uit. Ja. 30 woningen in 3 cirkels. Wow. Nou, we vliegen weer over de vijver heen. Nou zie ik die billen ook. Ja. Zo zeg. Nou komen die bosrand waar straks alle boomhutten in komen. Ja. Daar vliegen we nu overheen. En daar zie je weer de permacultuur en biologisch dynamische tuin. Ja. En in het binnenste gedeelte in die cirkel... Ja, zat nog maar wat. Ja. En in de binnenste cirkel... Daar komen alle eenjarige planten, zoals friet. Aardappelen.
Ja, daar komen de aardappelen en de wortelen en de paprika. En... Je moet ook een beetje echt doen. Stel dat we zo bij de boom zitten. Moet ik dat zo doen? Ja. We komen bij de boom. Nou gaat hij al wat lager. Dan gaat hij daar, denk ik. De helikopterpiloot, kun je nou over, zo'n beetje over de tuin heen gaan, zo langzaam? Zodat we het wat dichterbij kunnen zien. Ja? Draai maar een beetje. Even is die jongen daar. Ik denk dat hij een afstandsbediening bij zich heeft om een drone te besturen. Maar ja, dat zal al niet. Nou vliegen we hier over de tuin heen. Kijk, nou zie je alle verschillende soorten planten heel goed. Zag ik daar broccoli? Ik heb geen idee. Het ging allemaal zo snel. Zag ik daar een schuurtje? Ja, ik zie daar een schuurtje. Daar staat het schuurtje. Helikopterpiloot. Helikopterpiloot. Maak eens een bochtje. Maak eens een bochtje. Ja, je doet het. Nou vliegen we langs het stroompje af. Het stroompje komt helemaal van de peelrandbreuk. Kijk, nou maken we een bocht en dan gaan we de binnencirkel, die gaan we recht oversteken. Moet eens kijken. Oh ja. Ja. Oh, wat is dit spannend. Ja. Als je moet herkomen. Het wordt tijd. Oh, kijk, het wordt tijd om te landen. Helikopter, een beetje rustig, helikopterpiloot. Oh, gelukkig. Nou, we zijn er weer.